u geïnteresseerd in de acties van HEMA? Ja. Ja, ze hebben hele goede kortingsacties met 20% stickers plakken, allemaal van dat soort dingen. Dat is heel fijn. Is zo'n actie van de HEMA voor u een reden om een extra bezoekje te brengen? Ja, want ik had vorige week die kortingsbonnetjes voor deze week gekregen. Dus ik heb vanmorgen 2 blikken verf gehaald op zo'n kortingsbon. Ja, daar ga ik wel speciaal voor terug, ja. Is dat een reden voor een extra bezoekje voor jou? Nee. Ook niet echt ooit opgelet met hun kortingacties, nee. Nee, denk het niet, nee. Ik vind het daar altijd gewoon wel prima en die stickers en al die dingen, dat boeit me eigenlijk niet. Zoals bijvoorbeeld die stickers plakken met korting. Is dat voor u dan een reden om de HEMA extra te bezoeken? Niet echt, nee. Ik maak er wel gebruik van, maar het is niet dat ik zeg van nou ik ga speciaal naar de HEMA om dat niet. En bent u op de hoogte van de acties die HEMA heeft? Ja, nou ja, dat zie ik vaak als ik dan de winkels binnenkom. Wat voor acties ze hebben met korting plakken. Of nu hebben ze volgens mij ook iets met dat vlieren fluiten. Alleen dan ben ik weer mijn stickertje vergeten. Maar dat kom ik vaak achter als ik in de winkel ben. Ja. En zou je dat fijn vinden als je dat van tevoren wist? Nou, wat ik wel fijn vind is dat ze vaak bij de deuren dan staan. En met dat ze alsnog kaartjes uitdelen. Zodat je voordat je binnenkomt weet wat de aanbiedingen zijn. Zodat je daar gebruik van kan maken. Dus op zich vind ik het niet nodig dat ik op andere manier geïnformeerd word. Nee. En als er bijvoorbeeld feestdagen aankomen, is dat een reden voor een extra bezoekje? Nou ja, soms heb je wel eens, hè, met de feestdagen heb je dan bijvoorbeeld extra lekkere dingen en zo. En met Pasen vooral, dan koop ik wel paaseieren hier. Dat soort dingen, maar niet dat ik per se voor alle producten ga, als er iets in de aanbieding is. Het is meer, net als paas heb je dan weer paaseieren of Sinterklaas, hè, heb je speciaal Sinterklaas product. En dat koop ik wel weer bij de HEMA vaak. Ja. Feestdag, bijvoorbeeld de Pasen of de Kerst of Sinterklaas, is dat de reden? Nee, voor mij niet in ieder geval. Nee. Ik doe er ook niet zoveel aan, dus ik heb ook geen inkopen nodig voor de feestdagen. En is een aankomende feestdag voor jou een reden om een extra bezoekje te brengen aan de HEMA? Als ik wat nodig heb wel, anders niet. Is dat dan feestdag gerelateerd, zoals bijvoorbeeld paaseieren met Pasen? Ja, als ik dan bijvoorbeeld paaseitjes nodig heb of zo, dan, en ik weet dat ze bij de HEMA hebben, dan ga ik wel langs daarvoor. Maar niet gewoon, ga ik even kijken wat voor leuks ze allemaal hebben en dan... Maar ik ga ook niet specifiek naar de HEMA, omdat ik denk van nou, ze hebben nu dat in de aanbieding. Ik ga gewoon naar de HEMA, omdat ik het makkelijk vind.